Na je studie economie ging je bij het Rotterdamse Dagblad werken. Dus ja, toch je dromen volgen, de journalistiek in. Ja. Toch, ja? Ja. Ja, je ging na het Rotterdamse Dagblad ging je naar Elsevier. Toch wel een vrij rechts weekblad. Ja. Onder andere naar Pim Fortuyn, Thierry Baudet hebben daar geschreven. Ja, ja. Hoe zat jij daar dan als toch wel linkse journaliste? Ja, ik vond het heel leuk. Na die 2 jaar Rotterdamse Dagblad, ja, ik moest daar weg. Het was een soort, hoe noem je dat? Een leerlingplek. Dus je kon daar 2 jaar zitten tegen minimumloon. En dan leerde je van alles. Ja, zo'n cao-baanachtig. Ja. Dat soort banen heb je heel veel gehad in de journalistiek. Volgens mij heb je ze nog steeds. En na 2 jaar hield het op. En dankzij die economieopleiding kon ik bij Elsevier, want ze zochten een econoom. En toen kwam ik daar. En het was helemaal niet het blad wat het nu is. Hè? Het was, vond ik, het was rechts, het was een conservatief blad. Maar het was open en nieuwsgierig. Het werd toen geleid door Hendrik Jan Schoo, die helaas overleden is. Het een van de inspirerendste mannen is die ik in mijn leven heb ontmoet. En die was heel veel eisend vooral. Die was wat ik daar heb geleerd is, het is nooit goed genoeg. Het zat heel erg op kwaliteit. Dus dan had ik een stuk gemaakt en dan ging hij zitten en dan met een rood pennetje erdoorheen. Is dit wel zo? Klopt dit? Heb je dit uitgezocht? Heb je hieraan gedacht? Volgens mij zit dit anders. Nou, daar leer je van hoor. Sommige mensen werden er gek van, want hij zat dus echt in je nek te hijgen. Maar echt alles moest je dubbel uitzoeken. Je moest erover nadenken. Of die zin die je daar had opgeschreven, had je daar nou echt over nagedacht? Nee, je leerde wel echt alles wegen. Ja. En het interessante was leuk, ja, want Pim Fortuyn die werd er op een gegeven moment columnist. En die zat toen nog, die deed toen nog, volgens mij had hij toen net de basisbeurs gedaan. Nou, hij zat nog in een beetje in de studentenhoek. En hij zat volgens mij nog op de universiteit. Het ging die elke week stukjes hebben en die werden inderdaad steeds raillerender. En toen zag je het gebeuren, hoe populair hij werd onder het Elsevier-publiek. En Elsevier had toen heel veel lezers, was ook een veel groter blad dan nu. Overigens ook heel veel studentenlezers, want het werd gratis uitgedeeld in studentenhuizen. En zo. Dus heel veel jonge lezers. En toen hadden we een keer een soort middag met lezers. En dat was Fortuyn. Ik zat toen al in Brussel. Ik heb later voor Elsevier in Brussel gewerkt. Maar ik was overgekomen voor die middag. En het zat helemaal vol. En die man kreeg een staande ovatie. Werd toegejuicht. En toen dacht ik, oh, als deze de politiek in gaat, wordt hij heel groot. En een half jaar later ging hij de politiek in. En hij werd heel groot. Het is bij Elsevier begonnen. Ja, ik heb dat wel van dichtbij gezien, hoe dat groeide. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en abonneren. Vond je het niet leuk? Doe het dan ook. En voor de hele video, kijk in de beschrijving.